Dit zijn trouwens stapels die weg kunnen. Dus die gooi ik ook weg en daar. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En ik ben al een uur of acht wakker geworden. En dan ga ik nu lekker een bakje koffie zetten. Laten we dat even lekker doen. Tussentijd lekker rolgordijn opengooien. En natuurlijk wil ook iemand lekker wat eten. Dus ga ik dat ook even doen. Even iemand eten geven. En dat is Ganja. Dus ga ik dat sowieso even doen. En dan koffie zetten in ieder geval. En Ganja eten geven. En ben benieuwd wat het weer vandaag is. En de vraag krijg ik heel vaak natuurlijk. Het is in ieder geval wel prachtig, prachtig, prachtig weer, denk ik. Het ziet er wel lekker helder uit. En deze tijd ga ik lekker Ganja eten geven. En jij wil even sprokjes. Dus ga ik ook even geven aan je. Hé Ganja? Ga je kopjes geven tegen mijn benen aan, jongen. Hè? Alsjeblieft, jongen. Zo. En tussentijd heb ik nog een armband. Zo. Die moet ik even hebben. Die ga ik ook even omdoen. Dus laten we dat ook even doen. En daarna ga ik lekker editen. Want dat moet ook gebeuren. Even eerst deze om. Soms echt door piriegelen. Maar ja, zo bijna. Hoppakee, die zit. Zo, die zit erom. Een koffie is voor mij klaar, hoorde ik. Dus ga ik even dan aanzetten. Dus, en dan lekker koffie drinken. Dus laten we dat weer lekker doen. Met editen ben ik nu eindelijk klaar. En wat ik nu ga doen, wat ik al meestal doe, is lekker rolgordijn omhoog. En ik zat te kijken toevallig. Gisteren al eigenlijk. Dat deze sommige tomaten al helemaal goed zijn. Dus ik ga sowieso even dan een paar afplukken en in een bakje doen, denk ik. En ook klaarmaken om dadelijk in de meerichting werk te gaan. En wat ik ook net lekker heerlijk heb gedaan, is lekker bakkie plur gemaakt. Heerlijk is dat. En dan klaarmaken dadelijk om naar werk te gaan. Moet ook weer gebeuren. En nog een paar dagen en dan is het. Het gaat echt ongelooflijk hard. Voor jullie is het natuurlijk al weekend. Vinden jullie nou zaterdag als ik het goed heb? En laat weten in de reactie als het niet zo is. Maar zoals iedereen weet, voor of mensen die niet weten, ik loop 3 dagen achter met mijn vlogs. Dan weten jullie dat. Ik wil het voor de zekerheid nog een paar keer even melden. Af en toe meld ik het alsnog even. En wat ik altijd doe, als ik volgende binnenkrijg in een weekend, ik ga ze altijd bekijken. Ga kijken van wat kan ik bewaren en wat kan ik weggooien. En zitten er leuke interessante dingen erin. En er zitten geen interessante dingen in. Dus dat ga ik nu even kijken. Dus laat ik dadelijk een stapje zien wat ik weggooi en wat ik ga houden. Dit zijn trouwens stapels die weg kunnen. Dus die gooi ik ook weg. En voordat ik het weggooi, heb ik ook nog een stapeltje wat niet weg kan. Maar ga ik ze nu even pakken. En dat zijn deze. Even kijken. Deze twee. Die kunnen blijven in ieder geval. En zaten ze al van vorige weekend nog tussen. En die heb ik ook gelijk weggegooid. Dat is ook weer opgeruimd in ieder geval. En nu maar lekker een bakje koffie drinken. Daar heb ik nog geen slok van genomen trouwens. Even roeren. En dan wachten tot mijn render klaar is. Laat wordt dat hij af is, want het is nu 11:30 geweest. En hij is nu over de helft en het moet nog een half uurtje. Misschien redt hij het, misschien ook niet. We gaan het zien. Ik heb lekker heerlijk gegeten en dat was een lekker pizzatje. En ik heb al eten voor morgen. En ik heb wat lekkers gekregen van Glenda. Super lekker muffin cake en sausage broodje. Super lekker, de Glenda bedankt in ieder geval. En nu ga ik. Oké.
Kanya ligt hier ineens op de kleed hier. Dus we weten op de bank, op de stoel, Kanya? Hè? Lig hier lekker, ja, hier zo. Hè? Ja. En ik heb al zo wel eens, dan probeer ik een mattie van me te bellen, maar neemt hij niet op. En dan was net even Rick die ook opbellen. Maar die nam niet op. En net ook nog even met mijn vriendin gebeld, Sanne. En ik ga denk maar even wat lekkers uit de koelkast pakken. En dat is even, denk ik, een glaasje melk gaan drinken. Want ik heb nog melk in mijn koelkast staan. Iedereen heeft verschillende mensen. Je hebt heel verschillende mensen. Namelijk, ga ik ook vertellen. Zeggen. Sommige mensen hebben zo'n glas, melk erin. Of echt heel smal glas, zoals dit. Wat hebben jullie meestal? Laat het weten in de reactie. Ik vind dit eigenlijk het lekkerste, maar ik ga even een keer met deze glas doen. Maar ik denk dat ik nou met die andere glas ga doen, omdat daar meer in kan. En ik weet dat ik toevallig melk hier heb staan. Dus ga ik even lekker melk inschenken hierin. Zo heb ik al een super trek in. Het lekkerste vind ik gewoon melk dat koud is. Super lekker koud. Daar kan ik lekker van genieten. Dit is zo lekker tegen de dorst in ieder geval. Mijn water ook, maar dit ook. Ongelooflijk hè. Lekker nog glasje en dan ga ik lekker. Ik zat net ook al vast fotoboek te maken. Niet dat ik van dit jaar ga bestellen ofzo, maar ik ben al fotoboek aan het maken voor Special Media Award van 2019. Waar ik jaar terug van foto's heb gemaakt. En die foto's zijn gemaakt door Esther. Ga ik even Google even opzoeken. Want wil ik sowieso even een shout-out geven. Ja, ik moet me wel bij Instagram zijn, want ik volg ze. Ik wil sowieso even een dikke shout-out geven voor de foto's gemaakt van Special Media Award. Dat is van Esther Maatje. Ze is ook fotograaf, alweer boeken. Dan kan je naar de website gaan van www.estermeijerfotografie.nl/. Even kijken hoor, ik ga vooral voor jullie helemaal kijken. En anders staat hier beneden een linkje. In beschrijving. Nee, fotograaf.nl in ieder geval. Ik zit al nu die toevallig op haar pagina. En ik wil in ieder geval haar dikke shout-out geven dat ze mee heb gedaan. Foto's heb gemaakt voor een Special Media Award 2019 in ieder geval. Of ze volgend jaar doet, durf ik ook niet te zeggen. Want ik weet helemaal niks erover natuurlijk. Wat ik wel weet is dat ze foto's heb gemaakt. Dat ze Bart de Graaf heb gefotografeerd. Dat is ook, weten jullie dat ook? Ze hebben heel veel mensen gefotografeerd zo te zien. Maar nogmaals, dikke shout-out naar Esther. Dus weten jullie dat ook? En ik ga nu verder. Ik ga gelijk kijken welke pagina ik ben. Ik ben op pagina al 19. 19 pagina's al. Dus dat gaat wel super mooi worden. Dus. En ik heb echt vandaag echt veel gelopen. Ik heb 11.000 kilometer gelopen. 11.000 stappen gezet. 11.000, ja. Even kijken. 404 kilometer, 5 gelopen. Dat is echt best wel veel, vind ik zelf. En ik kijk, kan ik zo kijken hierop. Natuurlijk deze horloge, om zo te zeggen. Dan kan ik ook tijd zien. En lekker pizzaatje op. En nu ga ik even lekker... misschien even opzoeken voor oude foto's van 2018. Ik begin nu al 12:30 al helemaal in te kakken. Ik ga lekker een beetje opzoeken. Dus lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is... jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Tussentijd ben ik trouwens gaan bellen met Sanne en Glenda eventjes nog. Eigenlijk zou ze komen, maar door privéomstandigheden kan ze niet komen. Helaas jammer. Maar wel lekkere dingen gehad van haar. Super lief in ieder geval. En nu ga ik maar een beetje opzoeken wat ik al zei. Dus nogmaals, iedereen bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij naar je duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je je beneden abonneert. Zeg ik alvast veel kijkers in groene heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. En lekker en met de groen meegegeten. Is alleen de radio wat zachter.
Dat was echt heel apart eten. Dat was vegetarisch eten trouwens. Was wel super lekker. Wat er allemaal bij zat is verse spinazie, aardappels,